goed gevoel. Als je binnenkomt en je meteen mensen ziet die je kent, waar je heel lang mee samen hebt gewerkt. En als je 4 jaar weg bent geweest, dan ben je gewoon blij als je gewoon weer terugkomt. Goedemorgen, Sander. Toen ik hier wegging, was echt de club volgens mij op zijn hoogtepunt. En nu ben ik hier en nu is de situatie wel heel anders. Maar nog steeds interessant, want het is gewoon een heel groot en mooie club. En ik denk, we hebben nog steeds de kans gewoon om in de Eredivisie te blijven. En dan kunnen we volgend jaar gewoon weer gewoon ons werk doen en weer gewoon normaal doen. Maar dat is wel nu de opgave om dat in te vullen, om erin te blijven. En dat proberen we het zo goed mogelijk te doen. Ja, je geeft het al aan, het verschil van toen jij wegging en nu van deze tent is duidelijk. Heb jij dat vanuit thuisland nog een beetje gevolgd? Ja, zeker. Ik heb wel altijd die uitslagen en ik kende ook nog lang veel spelers die hebben gespeeld. Nu zijn het nog maar 2 of 3 die ik nog ken, maar de laatste 4 jaar heb ik wel nog veel spelers leren kennen. En dan volg je het altijd. Met de financiële dingen en zo, daar heb ik helemaal niet, wist ik helemaal niet wat was gebeurd, maar voetballend wel. Je geeft al aan, de opdracht is duidelijk voor de rest van dit seizoen. Wat kun jij daaraan bijdragen in dit team? Ja, ik hoop gewoon, ik ben verdediger, goed verdedigen, geen tegengoals krijgen. En dan voetballen, gewoon eruit komen en proberen ook te scoren. Ik niet, maar gewoon met de ploeg samen, misschien met vrije trappen of zo. En we hebben wel ook een beetje lengte nodig. Ik heb wel gezien dat ze allemaal een beetje qua lengte wel een beetje klein zijn. En zo probeer ik mij goed mogelijk in te vullen. In hoeverre ben jij veranderd? Want je bent weg geweest, dus je hebt je ontwikkeld in die tijd. Op welke vlak heb jij je vooral ontwikkeld? Vooral verdedigend. Als je naar Duitsland gaat, en dat is echt een fysiek sterke competitie. En daar moet je wel even 1 of 2 jaar echt leren om te vechten. En gewoon verdedigend goed te spelen. Het is niet alleen maar voetbal in de Bundesliga, het is ook veel tegen de bal. En daar heb ik me heel wat doorontwikkeld. Want als we kijken naar het aantal wedstrijden dat je hebt gespeeld, heb jij niet alle seizoenen heel veel gespeeld. En waarom denk je dat dat is? Dat zei ik. Ik bedoel, je moet eerst aan wennen. Dat heeft al een tijd nodig. Dan was je jong. Er zijn heel goede spelers in de Bundesliga en heel veel ervaring, heel veel kwaliteiten. En dan moet je al blij zijn als je mag invallen en als je mag een keer 10 of 15 wedstrijden mag spelen. En zo is dat gebeurd. En daarom. Ja. Het is nu vrijdag, je komt hier aan. Het eerste is vandaag vrij, dus hoe ziet jouw dag er vandaag uit hier? Ja, ik heb wel gevraagd om te trainen, want ik heb de laatste 2 dagen de medische keuringen zo gedaan en kon niet voetballen. Daarom ging ik wel vragen om te trainen. Nu train ik vandaag met Jong mee, om een beetje met de bal een beetje iets te doen. En dan sluit ik morgen gewoon aan met de selectie, met afsluitende training. Ik ben nu blij dat ik hier ben. Ik probeer nu de volgende 2 dagen goed mogelijk te trainen. En dan gaat de trainer wel bepalen of ik mag spelen of niet. We hebben het er even over gehad. Je bent een paar jaar weg geweest. Vlak voor de kerst dook jouw naam toch weer op, ook hier in de media. Ja, je weet natuurlijk waar ik naartoe ga. Een vervelend incident bij een discotheek. Ja. Als je daar nu naar terugkijkt, wat gebeurde toen? En hoe kijk je daar zelf nu naar dat moment? Ja, nu met langere afstand kan ik wel een beetje beter daarnaar terugkijken. Echt, de dagen daarna waren echt zwaar. Want ik ging ook schrikken toen ik die video zag. Het was gewoon echt een grote fout voor mij. En het was gewoon heel laat in de nacht. En we waren een beetje uit met het hele team. En daar mag zoiets niet gebeuren. En dat kan gewoon niet. Maar nu denk ik wel dat ik verder moet gaan. En ik denk die mensen die mij leren kennen hier en die mij al kennen, weten dat ik niet zo ben. En daarom hoop ik gewoon dat het niet lang nog thema is. Je hebt een huurovereenkomst tot het eind van het seizoen. Daar is wel een optie tot koop in opgenomen. Hoe kijk je naar de toekomst in die zin, zeg maar? Ja, hopelijk zo dat we gewoon erin blijven en dat ik ook langer bij FC Twente kan blijven. Want hoe ik net al zei, is een heel mooie en grote club. Ik heb al veel ervaring opgedaan met deze club en ik wil nog veel ervaring opdoen. En daarom hoop ik gewoon dat we erin blijven.